Wist je dat je om echt gezond te zijn minimaal 10.000 stappen per dag zou moeten zetten? En dat is helemaal niet zo makkelijk om daar nog aan te komen, zeker niet als je veel achter de computer zit, zoals ik. Daarom heb ik een stappenteller gekocht, want dan kan ik het goed bijhouden. En het is echt superleuk en best wel verslavend, want je wil gewoon aan je stappen komen. Ik heb 6 tips voor je hoe je makkelijker aan je 10.000 stappen komt. De eerste tip: trap op, trap af. Normaal is het irritant als je continu maar heen en weer moet lopen om op te ruimen, maar nu geniet ik er gewoon van, want het levert mij stappen op. Tip 2. Als je de tafel afruimt, doe dan gewoon lekker op je gemak, bordje voor bordje, veel lopen tussendoor. En dat levert ook weer wat op. En dat geldt ook voor tip 3. Ik ruim super inefficiënt de afwasmachine uit, want dan kan ik tussendoor mijn stappen zetten. Nou, tip 4. Een hele leuke. Zodra je kan, begin dan met dansen. Dat is lekker en gezond en het tikt lekker weg. Tip 5. Naar de winkel. Ik probeer zoveel mogelijk lopend naar de winkel te gaan. Ik laat de auto staan en de fiets, dat is ook niet altijd alles. Hier ben ik een uur lang weg geweest en dit is het resultaat. Tip 6. Als je dan staat te koken, dan kun je natuurlijk stilstaan. Maar als je gewoon even gaat marcheren, dan pak je weer wat stappen mee. En het laatste restje, dat ga ik gewoon even op de loopband halen. Dan gaat het helemaal snel. Je zit in de sportschool trouwens. En ik heb 10.000 stappen. Joehoe! Tot de volgende keer!